Brigitte Kroonen, van harte welkom. U bent van het praktijkonderzoek Planten en Omgeving. En u zegt dat u met uw team kennis maakt. Hoe maak je kennis? Ja, kennis maken, het is niet iets fabriceren. Maar je maakt met kennis maken is door opdrachtgevers krijgen wij opdrachten. Bedrijven geven ons opdrachten om onderzoek te doen. En daar komen resultaten uit. En dat is kennis die dus gebruikt kan worden door akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers om optimaler te telen, betere kwaliteit te telen of om duurzamere producten op de markt te brengen. Ja, en dat en is dus kennis. Geld verdienen. Ja, precies. Dat kunnen ze met die kennis van u. Ja, wie weet, die kan ook kennis maakte de man. Je kunt daarmee beter jouw product in de markt zetten. Je kunt daarmee een beter product telen. En daarmee kun je ook jouw bedrijf economisch verantwoord doorzetten. Ja. Nou heeft u hier drie soorten prei. Zoek de verschillen. Denk je haast, hè, als ze hier liggen. Dit is bijvoorbeeld een onderdeel van een onderzoek dat u doet. Wat is dat? Wij kijken naar een manier hoe je prei kunt telen wat duurzamer is. Bijvoorbeeld wat minder emissie van gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen. Dus verliezen van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar de omgeving. Daar waar het eigenlijk, de aarde? In de aarde of naar oppervlaktewater. Daar waar het eigenlijk niet thuis hoort. En dat weten de telers ook. Ze willen ook het liefst daar waar het nodig is om die teelt goed rond te zetten. Maar hoe doe je dat dan? Hoe kun je nou een gewas telen met behoud van economisch resultaat op het bedrijf, maar toch met zo min mogelijk belasting van de omgeving? En dan zegt u, haal het uit de grond, want het kan op water. Bijvoorbeeld, dat was eigenlijk het einde van de zoektocht naar duurzame systemen in de grond. Ja. Want we konden eigenlijk met een preiteelt die geteeld wordt in een periode dat er veel neerslag is en dus veel verliezen naar de ondergrond. Kijken van, als je nou eens die prei uit de grond haalt en op water gaat telen, misschien lukt het dan om op die manier... Het is gelukt. Ja, ik heb het hier in mijn hand. Ja. Teelt op water, hij ziet er hartstikke mooi uit. Precies. En dat hadden we ook niet verwacht, want als je naar de prei kijkt, er zit een stukje wit aan. En dat maakt preitelen op water ook heel moeilijk. Want wit wil zeggen dat er geen licht bij is gekomen. Ja. En dat is bij een plant, hè. Groen, daar is licht bij gekomen, wit niet. Dan telen we zo'n plantje in een buisje. Ja. En op die manier krijg je ook prei geteeld op water. En het lukt inderdaad. Maar dit is een enorme doorbraak. Want dat wil zeggen dat we dus gewassen uit de volle grond kunnen halen en in bakken met water, dat zal ongetwijfeld nog haken en ogen hebben, kunnen telen. Precies, ja. Stel je toch voor, in China, die megasteden, waar ze te weinig land hebben om de mensen te voeden. Gewoon op de daken van de flatgebouwen, uw vinding. Ja, dat is inderdaad een oplossingsrichting waar ook aan gedacht wordt. Bijvoorbeeld de stadslandbouw, waar PPO en Wageningen Universiteit, waar wij bij horen, aan denkt. Van hoe moeten die teeltsystemen dan uitzien? Heb je dan grond nodig of zou het uit de grond kunnen? Het is voor een beperkte productiehoeveelheid een oplossingsrichting. Maar ook voor de hoogwaardige producten, dus gewassen die ook en producten die voldoende geld opbrengen. Kijk, voor de grootschaligere gewassen is dit waar je veel grond voor nodig hebt, is dit eigenlijk geen oplossing. Maar voor nog niet. Maar misschien is, denk je nu nog niet over 20 jaar hoe het dan gaat lukken. Maar zeker die megasteden, iedereen trekt ook naar de stad. En ze willen ook producten die dicht in de buurt van de stad geteeld worden. Ja. Zeg, u zegt, u bent onderdeel van de Wageningen Universiteit, maar toch zelfstandig? Of wordt u door hen ook bekostigd? Nee, we zijn onderdeel, een zelfstandig onderdeel binnen Wageningen Universiteit. Daar zijn wij het onderdeel wat het dichtst bij de praktijk onderzoek doet. Dus de laatste schakel tussen wetenschap en praktijk. Ja. Maar het is de zaak dat wij zelf zorgen dat we, zoals het genoemd wordt, de broek ophouden. Ja. Dat we opdrachten binnenhalen. Er wordt een offerte uitgebracht en er wordt gekeken, kan het daarvoor gedaan worden? En kunnen we de kennis maken? Kunnen wij die kennis maken. En dat doet u in Limburg in Vredepeel en in Wijnandsrade? Dat klopt, ja. Maar lukt het, die broek ophouden? Want zijn er voldoende mensen op dit moment die geld hebben om aan u te vragen, voorzien mij van die nieuwe kennis? Ja, het sterke punt van Wageningen Universiteit, maar dus ook van PPO, is dat wij onafhankelijk onderzoek doen. Dus wij vergelijken op een onafhankelijke manier datgene wat door een opdrachtgever is gevraagd. En daarmee kijk je er ook met een bril naar van, je legt het op een goede manier aan. Wat er uitkomt, dat is het. Ja. En wat dan ook een bijkomend voordeel is, dat u waarschijnlijk geen kennis maakt waar niets mee gebeurt. Want dat hoor je zo vaak. Er is wel kennis, het kan allemaal, maar het ligt op de plank stoffig te worden. Maar in uw geval, u handelt in opdracht. Dus als u iets bedenkt,
zal het waarschijnlijk ook toegepast worden. Ja, zeker de opdrachtgevers die dat voor zichzelf houden, die gebruiken dat om hun product op een goede manier in de markt te zetten. Komt er iets uit wat hun goed past, dan wordt het ook aangegeven dat het bij PPO, bij de onafhankelijke instelling, is getoetst. En daarmee kunnen zij er ook een stempel op zetten. Ja. Aan de andere kant is er onderzoek wat door de overheid is gefinancierd en door het collectieve gelden. Ja. En dat is voor iedereen beschikbaar. En daarvoor is ook heel belangrijk dat dat bij degene die dat betaald heeft ook weer terugkomt. En daarom is het belangrijk dat die kennis ook weer bij de praktijk terechtkomt. Ja, maar dat praktijkonderzoek, dat is wat u dus echt eigenlijk onderscheidend maakt. U zit heel dicht bij die ondernemer en die toepassing. En bij die adviseurs en andere mensen die ook bij die boer komen of bij die tuinder, akkerbouwer, om die kennis ook te delen. Want die telers hebben het druk, die zijn op het land bezig, maar belangrijk is dat ze het ook wel zelf komen halen, die kennis, op open dagen. Ja. Maar ook dat de adviseurs die kennis meenemen naar hun eigen bedrijf. Ja. Daar bent u een belangrijke schakel in. Zeg, heeft u dan op vrijdagmiddag een gezellige borrel met al die onderzoekers in Vredepil en Wijnandsrade? Doet u daaraan? Aan de vrijdagmiddagborrel? Nee, dat doen wij niet aan. Nee? Maar je hebt namelijk... We zitten wel... Wel eens gezellig aan de kantinetafel, dat het ook over andere dingen gaat. Maar dan gaat het ook wel vaak over waar zijn we allemaal mee bezig. Ook, iedereen is toch vaak alleen of met z'n tweeën bezig. En dat wordt dan uitgewisseld. Ik vraag het u eigenlijk omdat wij naar René Briene gaan, onze chef. En die maakt allerlei dingen met lekkere liqueurtjes en met jenevers. Maar die komen er dus in het laboratorium. Maar dat zou misschien het zijn voor de kerstafsluiting. Maar dat doen wij wel elk jaar. Nou, maar dat is wel op zich een leuk idee. Want hij maakt er hele feestelijke dingen mee met allerlei blauwe bessen, jenever en met granen van de graanbranderij De IJsvogel. Dus daar gaan we eens eventjes kijken. Ik dank u voor uw komst naar ons. En dan gaan we eens bij René Briene kijken wat hij doet met al die graanjenevers en die blauwe bessenjenevers en die lekkere liqueurtjes.